Het doel van de ecologische haardstructuur, de EHS, wie om verskate natuurgebied mooi kort te verbinden. Maar terug Rijksbezuinigings gaat dat nou net terug. En dat wilst het juist heel wichtig is voor een soort planten- en bistensoorten. Het voorbeeld van de otter is des te duidelijker. Dat beest is nou weer waarom en dat maakt van een gebied naar het andere gebied. Dat is juist een beest die een heel soort beweegt tussen gebieden in. En we zien dat die platrieden wordt. Dus net alle jaren, maar een aantal wol te vallen. En dat is een duidelijke indicatie dat die verbindingen tussen die gebieden net in orde binnen. Net als het Friese Geer moet die verbinding de derm wel komen. Als het net keer mooi de EHS, moeten de natuurbeheerders en boeren het zelfs maar doen. Het idee is dat dat nou via het landbouwbeleid ook voor een pad regelen worden ken. De landbouw moet vergrienen, dat zijn regels van Brussel. En dat jouw kansen om het landschap, waar de landbouw in plak vindt, tussen natuurgebieden in zodanig in te richten, dat die als verbindingszone fungeren kennen. Maar van een oppad kennen we misschien via uw wetterinfrastructuur, via de vierten en kanalen, door de oevers wat om te passen, toch knelpunten in wegen op te lossen, kennen we ook een pad oplossen. Er is ook goed nieuws, de bestaande natuurgebieden worden mooi ook 15.000 bunder grutter.